Wat leuk dat jullie weer kijken naar Knik! Aflevering 9, niemand minder dan L.A. Santana. 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 Oké. Okay. In ieder geval. Ze is hier binnengekomen met haar hele attitude en wel. Vertel de mensen die jou nog niet kennen, ook al is dat onmogelijk. Wat doe je? Nou, voor de mensen die mij niet kennen, in mijn dagelijks leven maak ik muziek. Hele goede muziek. Dus ga het luisteren op YouTube en op Spotify. Yeah, you know. Yeah. Check it out. Maar voordat je dat doet, eerst even kijken hoe goed je kan koken. Koken? We zouden toch een snack maken, girl? Ik ben niet met zijn snack. Ze zijn makkelijk en gezond. Gezond. Huh? Oké. Okay. Gezond en makkelijk. Dus, maar we gaan. Ik heb een paar eitjes op het vuur gezet. Maar Loes, je gaat te snel. Normaal moet ik gewoon raden wat het wordt, oké? Die eitjes zijn op het vuur. Oké, okay, kan je het vuur voor me uitdoen, alsjeblieft? Ik heb het uitgedaan. Oké, dankjewel. Heb je dat zo snel gedaan? Dat heb ik zo snel gedaan voor jou. Is dit warm? Kan ik dit pakken? Laat me dit niet doen. Nee, ik zou wel even. Ik zou dit niet doen. Oké, ja, dat is zeker weten wat ik zou doen. Wij hebben dus hier 6 warm gekookte eieren. En wij gaan dan. Mag ik het zeggen? Wacht, wat we gaan maken of moet je het raden? Het is misschien nog heet, oké. Nou, ja, ik zou het raden. Maar ik ben. Ja, ik ga gewoon maar heel eerlijk zijn, oké. Loes heeft het gewoon, she spilled the beans. Dus we gaan de eieren in koud water zetten. Ka-ching! Plons. Mm-hmm. Hoe lang heb je deze eieren laten koken? Ik denk, ja, toen jullie aan het praten waren, ik denk 20 minuten. 20 minuten voorgekookt. Loes, je moet de mensen. Heet? Kijk uit. Nee, het is gewoon oké. Okay. Je moet de mensen duidelijk uitleggen wat ze moeten doen, oké? Oh, ja, kijk. Mm. Nou, ik heb de eieren 20 minuten laten koken. Gewoon hard. Dit is een hard gekookt eitje. Nu laat ik ze afkoelen in. Nu laat ik het afkoelen in koud water. Mm-hmm. En dan gaan we ze pellen. Oké. Okay. Dus, heb jij zin om een eitje te pellen met ja, mij? Ja hoor, ik heb zeker zin. We kunnen de... Zo, pardon. Geen corona. Geen corona. Oh, oké. Okay. Wij kunnen deze pellen, de schil mag je hierop doen. Ja. Zo, ik heb te hard... Ik heb die van mij al gebroken door tweeën. Ik heb mijn eigen kracht niet, jongens. Kijk. Hoe doe je dit? Luister. Ik ben echt super confusion. Kijk, ik zeg tegen jou, ik gooi die schillen daar. Daarom was ik ook nogmaals confused. Kijk ik wat eerlijk. Ik aan het doen ben. Oh, sorry jongens. Ik heb snel mijn handen was, want zeg van deze. Ja, doe je ding, doe je ding, doe je ding. Ik zeg net tegen haar, doe die schilletjes daarin. En wat doe ik? In ieder geval, even schoonmaken. Oké, nou ik ga ze verder pellen. Hierna is de bedoeling dat wij het eigeel in een bakje gaan zetten. Oké, je was een tijdje weg. Ik was een tijdje weg, ja. Waar was je nou? Ik moest even mijn handen wassen, because, you know, hygiëne eerst. Oké, okay. Heb je dat niet van tevoren gedaan? Of tuurlijk, zeker weten heb ik dat. Nou, en waarom liet je mij die eieren aanlaten als je mij niet mijn handen hebt zien wassen, vieze peuk? Nou, Shanity, ik dacht dat je me zou interviewen, maar... Nou, je laat weinig woorden over die nog gesproken kunnen worden. Ze moet echt ophouden, hè? Ja. In ieder geval, je zei al dat je muziek maakt. Ja. Inderdaad. Blijkbaar ben je ook chef-kok, maar dat moeten we zomaar even zien. Maar muziek maken, dat kan je een beetje. Je doet het leuk. Ik heb je gezien in action en zo. Oké. Okay. Waar hou je nu mee bezig? Komt er iets nieuws uit? Wat is aan de hand? Ik heb letterlijk vandaag de promo-video van mijn nieuwste videoclip gedropt. Is ook echt mijn allereerste videoclip. Mm-hmm. K.O. Ja. En die komt deze maand uit. Mmm. Jazeker. Hou me eerst in de gaten trouwens. Het L.A. Santana. Zie. Voor de mensen die de track niet kennen. Ik natuurlijk wel. Ik ken de track van begin tot einde. Heel de zomer gestreden met deze pokoe. Maar echt. Voor de mensen die het niet kennen, waar gaat het over? Wat is de vibe?
Wil je niet te snelle? ik kan wel de eerste 16 voor je spitten, toch? Oeh, mag ik je adlibs gooien? Ja, wat? Ik wil je adlibs gooien. Oké. Ik wil ook iets. 5, 6, 7, 8. Boze chick, je weet dat ik bos. Ik kom daar, je weet dat ik los. Word geboekt via mail, ben vroes. Na die show is het weg dan loose. Ben back in the ass, like a hood mess do. Back in the ass, like a hood mess do. Oh my life, doe niet, maar ik doe niet. Ben Barcer, deze tracks op mijn list. Pas je op voordat ik je. Oké dan. En mensen, ik wil erbij zeggen dat ze gewoon een super litte videoclip hiervoor heeft geschoten. Ze hebben me niet uitgenodigd. Laat alsjeblieft in de comments weten hoe fake dat is. Shots fired! Oké, dat hebben we ook weer eruit gedaan. Ja, ik weet, ik ben verder gegaan. Maar dat komt gewoon omdat ik snelle Jantje ben. Loes, maar waarvoor ben je hier? Waarvoor ben je niet? Jij moet die mensen luister, laten zien. Ken je die pokoe van Seven? Vasta. Vasta. Maar ken je Mandem die, Vasta. Ken je die pokoe die heet, maar ken je die pokoe die heet Pauze? Wat ze zeiden net, voordat ze hier naartoe lopen. Ken je dat? Oké, girl. Oké. Snij je eieren door midden. Ja, jij hebt me niet laten zien hoe, maar ik ga het proberen. Like she don't know how to cut it. Blijkbaar niet. F. Je nou, ziet dat... mensen hier naartoe lopen en zo op beeld. Je gaat gewoon door. Niemand, ja, fuck me, echt. Niemand heeft kat gezegd tegen mij. Dankjewel, zo lief van je. Je geeft alles. Ja, je gaat zo snel. Ik dacht, ik leg het maar gewoon daar neer. Ja, joh. Mm-hmm. Nou, eigenlijk, jij hebt ook maar, jouw bakje. Jij hebt jouw bakje. Ik heb, oh, ik mag het ook, je mag helpen. Ook doen. Je mag helpen, tuurlijk. Cool. Maar we gaan nu al het eigeel doen we in een bakje. En dan gaan we dat vervolgens prakken. En dat wordt dan de vulling van de ei. See. Maar je hebt dus net een snelle 16 gegooid voor die mensen daar zo. Ja. Weet je al wanneer dit uitkomt? Ik heb het gevoel rond de 17e. Rond de 17e. Oké. Het is wel bijna. Dat is lekker toch? Wel bijna, ja, zeker. Mensen wachten al lang al, want wanneer is het laatste keer? Ja, even serieus, Loes, je slaapt. Don't throw the shade. Dat was geen shade. Dat was motivation. Like, we've been waiting damn. On you, girl. Damn, like, that wasn't shade. Nah. That was motivation. It really was. Oké. We've been waiting on you, girl. Ik hoor je. Maar eerlijk, I've been stepping my game up, so. Ja, maar echt, je doet allemaal leuke dingen. Wat heb je nog meer gedaan? Ik heb gehoord dat je... Ik ben ook naar Antwerpen geweest. Ik heb in Antwerpen opgetreden. Ja? Ja, was ook echt superleuk. Nice. Maar wanneer was het gewoon de zomer? Ja, de zomer was nee, gek dat was jou, in hè? Oktober. Ja, de zomer was wel raar met corona, want ik had niet heel veel shows als dat ik normaal had. Maar je zat toch ook in een serie of zo? In een wat? In een serie. Mogen we dat klopt. Al zeggen? Of, ja, al zeggen? Mag je al zeggen, maar ik heb geen idee wanneer die uitkomt. Ik app die guy, hè? Maar hij zegt tegen mij, ja, ik moet nog even kijken, maar is goed. Maar daar kunnen we dus ook naar uitkijken. Ja. En Santana, wow, wat gaan we doen nu, LA? Wow, maar ik ga een hele tijd... Je gaat een hele stappen vooruit. Take it back, oké. Take it back a bit. Ja, wat wij nu dus hebben is het eigeel. Dat gaan wij dus mengen met curry ketchup. En Zaanse mayonaise. Oké, hier. Doe jij maar een beetje erbij. Hoeveel jij denkt dat nodig is? Ik zeg wel stop. Doe maar. Oké, stop. Is dit trouwens een speciale, zeg maar, is dit, wat was je afkomst? Dominicaans? Nee. Is dit de Dominicaanse manier? Of is het nee, gewoon, dit is gewoon mijn manier. en dan doe je er ook nog een beetje mayo bij. Mm-hmm. Het moet wel, zeg maar, een soort van, nu toch dat een beetje. Ja, zo is goed, girl. Oké, ik doe ook een beetje curry ketchup en wat mayo. Oh, zie je, het wordt al een... het wordt al een... ja, precies. Het wordt al een substantie. Mm-hmm. Ik ga met jou meedoen. Si. Maar dit is dan een beetje hoe het zeg maar wordt. Mm-hmm. Waarom heb jij gekozen voor dit recept? Ik zeg je eerlijk, gevulde eieren zijn gewoon echt lekker. Dus gewoon... gevulde eieren zijn gewoon lekker. Ja, ik weet niet. En het was makkelijk om te doen. Ik had maar een half uurtje. Ja. So I thought, let's make some gevulde eitjes. Oké. Ik ben wel, want ik moet wel iets toegeven. Wat? Ik ben zeg maar echt geen ei-fan. Ik hou zeg maar echt niet van ei. Zeg maar echt niet. Hoezo niet? Dus, hè? Hoezo? Ik,
Ook geen gebakken ei. Juist geen gebakken. Nee, dit is gekookt. Dit is gekookt ei vind ik sowieso al niet. Precies. Gebakken ei. Een spiegel ei kan ik net aan. Een spiegel ei. Roer ei. Nee? Mm-mm. Oh, dat is wel echt jammer. Maar we gaan de, jij ja, gaat dit op de loef daarom, meemaken. Dus en dan komt ik, goed. Ik hoop dat je dit gaat liken, to be honest. Ik ga het vast wel liken, maar ik kan niet veel van eten. Misschien eten we happen zo en dan... Oké, wat we nu gaan doen is de bosui snijden. Oké, is hier nog een techniek voor? Want je begint zo te... Ik zeg je eerlijk, dit is echt misschien de tweede keer dat ik een bosui snij of zo. En er is mij dus geleerd dat, even kijken, dit mag weg. Ja. Oh, moet ik hem even hier doen? Mm-hmm. Er was mij dus geleerd dat dit weg mag en dat je dit dan kan snijden. Dus dat is wat ik dan ga doen. Gewoon heel klein. Mm-hmm. Echt niet veel nodig ook. Klaar. En dat gaat ook gewoon er doorheen? Ja, ik ga dat er doorheen doen. Kijk, soms doe ik dit ook door mijn tonijnsalade. Dat is echt lekker, bosui. Ik wou ook tonijnsalade maken, maar... Dat zou ook wel spannend zijn. Misschien volgende keer dan. Ja, toch? Doe maar een beetje bosuitjes erbij. Mm-hmm. Gaan we dit mengen? Lekker mengen. Lekker mengen. Mm-hmm. En dan gaan we de eitjes vullen. Even kijken, een bord. Yes, hier heb ik een bord. Nou, dit ziet er al... Het ziet er goed uit. Uit als een party. Ik heb ook gedroogde uitjes meegenomen, want dat vind ik altijd lekker om... Ja, gebakken uitjes. Gedroogd, gebakken uitjes. Zo, same thing. Same thing voor tomato, me. Tomato. En dat vind ik dan lekker om op het einde te doen, zeg maar. Even kijken, ik heb iets nodig om... Kan je het openmaken? Vast wel. Ja, vast wel. Oké, ik ga de eitjes alvast vullen. Je hoeft niet te veel ervan in te doen. Oké. Zo. Thank you, assistant. En ik mag zeg maar hier gewoon al wat op doen? Ja, je mag hier een paar gedroogde uitjes op doen. Oké. Zo. En dat maak je vaak voor je, zeg maar, familie, vrienden? Ik zeg je eerlijk, ik maak dit best wel vaak op werk. Oh, echt? Ja, wanneer ik zeg maar een kaasplankje ga maken, dan maak ik soms zeg maar ook gevulde eieren erbij. Mm-hmm. En op werk geven we, ja... We gaan vaak rondje lopen met kaasplankje. Ja. En dan vind ik het gewoon lekker om dit erbij te maken als er ei is dan. Oké. Okay. Waar werk je? Ik werk in een casino. Oh. Tjing-tjing. Dus je bent goed met geluk in die dingen. Girl, I was born lucky. Vandaar I was born lucky. Jou moet ik in de buurt zijn. Je moet me zo leren hoe ik kan gaan en miljonair kan worden daar. Zeker, komt zeker, goed. Zeker. Ik ga die andere ook vullen. Zie. Ja, je doet het zo goed. Kijk, bij deze gaan we dan geen bosuitjes erin doen. Oké. Okay. Anders is het, weet je, we gaan een beetje... Ja, dan moet je deze kant bosuitjes, die niet. Ziet er goed uit, Jen. Ziet er heel goed uit. Goed uit, ja. Dus. Teamwork! Ja, toch? Makes the dream work. Hé, hey, zo met... Dat soort dingen doe ik niet, Dat soort dingen doe ik niet. Een hele nette dame. Oh, Jen. Wat cut je energy dan? Ik weet niet eens wat het is. Never heard of that. Nou, kijk eens. Zo. Ik vind het helemaal top. Helemaal top. Close up. Dit zijn dus de gevulde eieren. Thanks for watching, guys. Het was best wel snel klaar. Ga jij hem afsluiten? Nou, ik denk dat ik hem ga afsluiten, ja. Nou, ik denk voor deze keer wel. Waarom niet? Dat was zeg maar super sarcastisch. Oh. Wow! LA Santana, do you want to take over the show? You done started it. Je wil het afsluiten. Misschien wilde ik nog wat zeggen tegen mijn mensen. Oké, okay, sorry. Ze waren al bijna, je hebt ze bijna weer naar huis gestuurd weer. Sorry. Blijf alsjeblieft nog heel even hangen. Heel eventjes, we moeten nog steeds proeven. Oh ja, we moeten nog proeven. Goeie plan, hè? Ja, want ze moeten natuurlijk wel on camera weten wat ik hiervan vind. Oké, okay, is goed. Dat is belangrijk. Welke ga je als eerst nemen? Ik ben ik echt benieuwd. Ik denk gewoon echt met bos uit. Ik denk, ik wist dat je dat zou zeggen. Want ik moet toch al de extra flavors, ja, je toch? Ja. Ik ga hem wel gewoon door de helft nemen. Waarom? Je moet hem in één keer in je mond zetten. Dat is gewoon disrespect To my eggs. To your eggs? To my eggs. Dat klinkt zo nasty.
Disrespect to your ex, sis. Yes, sis. Ja, moet in één keer in je mond. Oké, okay, wat is de kleinste? Hier, hier. Pak deze. Oké. Okay. En jij gaat niet meedoen, want je vindt het toch zo super lekker. 3, is goed. 2, oh cheers, 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 bitch. Mag ik wel? Wat is zoet hierin? Ik denk zoet. Die curry. Nee, maar ze lekker. En cijfer? Nu, zeg maar, die vulling vind ik echt lekker. Maar dan wanneer die vulling weg is en je proeft alleen maar ijs, zie je, dat is waar het fout gaat voor mij. Maar die vulling, super spannend. Jongens, ik ben echt oprecht wat vergeten als decoratie. Kroekoek. En ik dacht, nou, wat doet het hier? Kijk. Oh zo, dit is de meal. Zie je, gelukkig had ik al ruimte gemaakt zodat je die poepel kon zeggen. Snap je? Nee, toch? En nu heb je een lekkere side dish. Ja. Thanks for watching. Wat? Ik nodig jou echt niet meer uit. In ieder geval, mensen. Probeer het alsjeblieft thuis ook even uit. Loes is al lekker aan het eten. Jij moet het ook gewoon lekker thuis gaan maken. En ons laten weten wat je ervan vindt. Wij gaan nog een beetje doorgenieten. En ik hoop je gewoon weer te zien in de volgende aflevering. Dankjewel voor het kijken. Bye. Doei.